Franse boekhandels en uitgevers zijn notoire oudbollig. En notoire, tot, ik vind, nou, die hebben een reeks. Hè. Ze weten echt niet wat ze doen, dus ze flikken de een of andere, zonder enige inhoud of link met de inhoud van het boek, flikkeren ze dan in een vast bepaald stramien en het zijn stroontvervelende boeken. Iemand die met mij werkt moet weten dat ik betrokken ben en dat ik het laatste woord heb. Dat is niet zo simpel, ik spuw al gelijk ook tegelijk, sorry hè. Want ik word helemaal schuimbekkend als ik daar nog aan terugdenk. Wat belangrijk is, denk ik, de nadagen van de punkbeweging. En dat zit veel meer dan die Koude Oorlog, denk ik, toch in de creatieve genen van heel veel mensen die toen begonnen zijn. Gert is een broer. Gert is absoluut een broer. Meer dan een van mijn broers zelf was. Ik had drie broers, eentje is dood, de andere onlangs gestorven. En een derde was beroepsmilitair. Dat is wel een soort broer, maar Gert is echt een broer van mij. Tom maakt Willems en Stomp op Café 7 gezien, oké, zeker. Ja. Op tafel in het café staan de debiteren. Ik wil juist een goed massaproduct, maar wel eentje wat tegelijkertijd opvalt, origineel is, kwaliteit heeft als cover en uitdrukt wat het boek zou moeten uitdrukken bij iemand die het nog niet gelezen heeft.